Show was het grootste event dat we ooit al gedaan hebben in 5 jaar. Miss Exclusive staat er en gaat er nog lang staan. We hebben alle nationale pers gehaald, dus we zijn heel tevreden. Ja, Capitool Gent, een unieke locatie, Just TV, live televisie, 17 bloedmooie kandidaten en een donkere mis. Dus beter kunnen we niet, hè? Klopt, heel fier. Op 25 oktober onze live show had en een enorm succes, dus wij zijn enorm tevreden. Buitenwereld als het ware, maar eigenlijk is iedereen is laaiend enthousiast en iedereen draagt de mis op handen. Dus ja, enorm verbaasd. De mis heeft ook enorm veel respect. Ze ziet er prachtig uit, de perfect body, dus we kunnen geen betere mis hebben. Een finale duurt voor ons 1 jaar. Eigenlijk zijn wij al voor de finale show nu al bezig voor volgende editie. Die normaal zien ook eind oktober staan gepland. We zijn al op zoek naar nieuwe locaties. We zitten al gisteren trouwens een meeting gehad met productie voor nog onze finale show te verbeteren. Sponsor bezoeken en in feite beginnen we vanaf januari met de nieuwe kandidaten. We hebben nu al rond 550 inschrijvingen voor volgend jaar. Eigenlijk hebben we nog geen oproep gelanceerd. Dus eigenlijk meer dan 150 inschrijvingen na onze finale show. Dus ik denk dat de mensen er eigenlijk wel van genoten hebben. Belonen. Mijn beloning zijn de 3 mooie meisjes die naast mijn zijde gaan zijn dit jaar. Voor de rest gaan we naar Miss Earth, naar de Filipijnen voor een maand. Dus ik denk dat dat mijn beloning is. We gaan daar ook nog hard werken om Emily daar een finale plaats te geven. Maar we gaan toch even een weekje daar relaxen in Manila op het strand. Door de sponsors van Miss Earth om toch even te relaxen. Maar het is daar ook keihard werk om resultaten te boeken. Ze staan nu op de top 4. Emily staat nu op de top 4 in de hotpicks voor Miss Earth. Dus we zijn heel tevreden. We hebben er keihard voor geknokt om daar te staan. De perfecte fotoshoots afgelegd, de eco-video afgelegd, de opdrachten afgewerkt. De organisatie is heel lovend over Emily. Wij zitten dagelijks in contact. Wij zaten normaal gezien in een ander hotel. En de organisatie heeft ons speciaal bijgeboekt in het hotel van de organisatie. Dus ik denk dat we wel enorm goed gaan scoren. Dus ik ben heel benieuwd. Emily is heel goed voorbereid. Dus we gaan daar scoren. Allee, we gaan toch proberen scoren. Maar met Emily weten we zeker dat dat een podiumbeest is. Dus we gaan zeker een finale plaats bereiken. Hopelijk. Homo en missen. We moeten er een boek over schrijven. eigenlijk heel goed. We kunnen al niet de roddels hebben van dat we aan ons missen zitten. Of het zou al een enorme primeur moeten zijn. Een homo zit aan een mis. Alles kan uiteraard. Nee, eigenlijk zijn wij, wat we in vele interviews zeggen, de broers van alle kandidaten. Ze komen met alle problemen, echt alle problemen bij ons terecht. En eigenlijk als koppel, wij vullen elkaar aan. Waar dat ik iets moeilijker mee heb, vult dan Jeremy aan en omgekeerd ook. Dus in feite gaat dat wel heel goed. En voor de meisjes voelen zich ook goed bij ons. Die hebben zoiets van, oh, ik kan dat niet aan een man vertellen. Wij zijn ook mannen uiteraard. Maar dat is anders. De band is anders. Ze kunnen elk intiem geheim ook aan ons vertellen. Ook de vrouwelijke geheimen komen ze ook bij ons terecht. En ook weten op de finale shows dat iedereen daar kwestie naakt voor Jeremy. Want de rehearsal, allee, de dress moet rap aangedaan worden en uit. Dus die mogen eigenlijk geen schaamte hebben. Dus die staan daar effectief volledig naakt. En dat wil er eigenlijk niet. Dus die staan daar en dat is van, dat wilde toch niet, dus die zijn dat gewoon en dat klikt enorm goed. Dus ik denk toch dat we alles samen doen. belastend voor als een koppel samen te werken in de verkiezing? Nee, we hebben daar samen voor gekozen. Jeremy is dan ook de hoofdorganisator, hij is ook de eigenaar van Miss Exclusive. Ik help waar nodig, omdat ik ook de skills heb van mijn verleden. Oh ja, we gaan ermee gaan slapen en we staan ermee op. De meeste mensen denken, oh, dat is een droomjob, maar dat is echt geen droomjob. Er zijn missen dat we moeten onderhouden. We hebben sponsors, 64 sponsors dat we happy moeten houden. We hebben dan nog ons persoonlijk leven. We hebben een hondje die happy moet zijn, want zij mist ons enorm veel elke dag. We proberen werk en privé gescheiden te houden, maar eigenlijk hebben we geen werk en privé dat we gescheiden kunnen houden. Dus wij proberen het werk op te vullen met ons privé. Dus vandaar, als we bij sponsors gaan eten, dan zien we dat ook als we gaan samen romantisch gaan eten. Maar dat is leuk, we hebben daarvoor gekozen. Wij weten ook dat dat geen job is voor binnen dit en 50 jaar, want dat is keiharde wereld, miswereld. De meeste mensen onderschatten dat wel. Maar we zijn 2 sterke karakters en we slaan ons door alles. We hebben al zoveel roddels over ons gehad dat we zoiets hebben van,
wat is de volgende rol? We zijn eigenlijk zelf benieuwd wat er nu tevoorschijn gaat komen in dit jaar. Dus dat doet ons niet en dat maakt ons eigenlijk sterker als koppel ook. Ik heb zeker een boodschap voor de 17 kandidaten die meegedaan hebben aan Miss Exclusive. Ik wil jullie echt 1000 maal bedanken voor deze topeditie. Ook zonder hen waren wij in feite ook niet. Dus voor alle 17 super bedankt. Ja, eigenlijk, jullie zijn alle 17 bloedmooi. Ik weet zeker dat jullie een mooie carrière gaan uitbouwen als jullie er blijven voor vechten. We hebben jullie genoeg skills geleerd om jullie carrière uit te bouwen. Dus wij hopen dat jullie daar ook gebruik van maken. De top 3, de top 5 gaan meer gecoacht worden. Maar jullie kunnen altijd bij ons terecht via e-mail, sms'jes, Facebook en dergelijke om gesteund te worden. En wij gaan jullie, als jullie dit willen, enorm verder steunen in jullie verdere carrière. En we zijn er voor jullie als vertrouwenspersoon.